Luc, goedemiddag. We hebben net jou zien trainen. Volgens mij heb jij iets van 15 kilometer gelopen vandaag. Ja, ik heb wat rondjes hier om dit veld heen gelopen. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ondanks dat ik er normaal gesproken niet zo van hou, was het deze keer wel lekker. Was het ontspannend? Want je gaat je lijf voelen. Je bent terug, je komt terug van, van een blessure. Hoe gaat het nu met je? Ja, het gaat eigenlijk wel verrassend goed. In het begin, ik had eigenlijk niet verwacht dat ik nu al mocht gaan hardlopen. In het begin stond er 8 weken na de operatie op. We zitten op dit moment op 5 weken. Dus dat is al redelijk snel. Ja. Nou, het hardlopen ging goed en dat is op, en wat krachtoefeningetjes daarachter met Frank gedaan. Ja. En dat ging eigenlijk allemaal wel prima. Dus op dit moment ziet het er best wel goed uit. Hoe is het gesteld met vertrouwen in jouw lichaam? Ja, goed. Ja, dit is gewoon een ongelukkig momentje. Ja, ik denk als je het nog 100 keer doet, dat het 100 keer goed gaat, die tackle en waar het eigenlijk uit is ontstaan. Maar nee, ik heb gewoon vertrouwen in mijn lichaam. Ik weet ook dat ik de afgelopen tijd gewoon enigszins door heb getraind, qua conditie en qua kracht, benen. Ja. Dus nee, ik heb daar wel heel veel vertrouwen in. We zeiden al vorig seizoen in onze uitzending, jij bent een van de sterkhouders bij Go Ahead Eagles. Jij behoort ook tot de kern, wat blijft, hè? Wat ga jij... Ja, hoe ga je dit seizoen in? We zijn allemaal zo benieuwd. Blessure, wel hardlopen, niet meetrainen. Maar hoe snel denk je dat je er weer bij bent? Ja, we hebben een beetje als doelstelling gesteld om eigenlijk 1 à 2 weken voor aan het eind van de winterstop, zeg maar, voor het begin van de competitie volledig mee te trainen en eigenlijk weer alles te kunnen. Dus dan hopen we dat we eigenlijk de competitie start halen. Op dit moment denk ik dat ook echt zeer realistisch is, omdat het gewoon heel goed voelt. Maar ja, je weet nooit wat er in zo'n weg allemaal gebeurt. Dus ik hoop dat het zo blijft. Verder gaan we denk ik met z'n allen, maar als ik even voor mezelf spreek, met enorm veel zin en uitdaging ook deze competitie in. Ja. Je kijkt er naar uit om je te profileren op dit niveau en met de Go Ahead Eagles. Dus ik heb er echt enorm veel zin in. Het gaat een heel ander seizoen worden, hè, dan de keukenkampioen-divisie. Veel meer strijd. Er zullen ook veel partijen verloren worden. Het zal strijd worden om die 15e plek te houden. Zie je daar tegenop of kijk je er naar uit? Ja, ik moet zeggen, ik denk dat ik niet echt bezig ben met... Natuurlijk moeten we erin blijven, begrijp me niet verkeerd. Alleen ik denk dat je juist gewoon niet die druk nu al op moet gaan leggen bij jezelf en bij de selectie van oké, we moeten erin blijven, we moeten winnen, dit en dat. Ik denk als je ziet wat we vorig jaar hebben gepresteerd, dat fenomenaal was en echt enorm goed. En ik denk die basis die wij vorig jaar hebben laten zien met de manier van verdedigen en de manier van arbeid en discipline. Als je dat in deze competitie ook weer nakomt, dat je ook heel ver kunt schoppen. Ik wil niet zeggen dat je de top 8 haalt, zeker niet. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel wel te zeggen dat als je naar RKC kijkt, naar dat soort ploegen, ja, ik heb daar vertrouwen in dat wij daar niet aan onderdoen. Wat jij eigenlijk zegt, Luc, ook is dat collectief van het afgelopen jaar, dat we het met elkaar hebben gedaan, samen lol, samen plezier, samen verdriet. Ja, zeker. Dat is iets wat echt gedeeld is in de ploeg van het afgelopen jaar. En dat hoop je mee te nemen. Ja, zeker. Je hebt gewoon gezien wat een moeizame start vorig jaar. Ja. We stonden 17e, we stonden 14e. Nou, dat ging niet heel erg vlekkeloos. Op een gegeven moment na de winterstop corona gevallen. Nou, die kwamen we door. Ik weet niet, dat heeft misschien iets met de selectie gedaan. Dat we vertrouwen hebben in onszelf. Toen het moment met Mitchell, wat heel zwaar was voor ons. Maar uiteindelijk ons ook heeft gevormd, denk ik, naar een heel hecht team. En vanaf dat moment is eigenlijk de trein maar doorgegaan. En hebben we de ene na de andere overwinning geboekt. Ja. Maar dat heeft allemaal te maken met samen. Natuurlijk heb je een paar uitblinkers nodig, zoals Schotter en Beuken. Maar natuurlijk heb je dat nodig. Alleen, ik denk dat je als collectief al echt heel ver kunt komen. Ja. En staat hier voor mij nu de potentiële aanvoerder? Dat weet ik niet. Ja, ik hoop het wel. Het zal echt een eer zijn. Dat voor deze mooie club om aanvoerder te zijn, dat zou echt fantastisch zijn. Het is niet dat het een eis is voor mij. Of dat ik denk van als ik het niet word, dan ben ik anders. Of dan ga ik anders doen. Helemaal niet zelfs. Het zal wel een eer zijn. En ik denk dat ik die rol ook goed kan vervullen. Dankjewel, Luc. Graag gedaan. Succes.